Het TPE, het team parate eenheid, heeft aan het einde van dinsdagmiddag na een woninginval aan de Jozef Aurelio Singel een 14-jarige jongen aangehouden. Hij is verdachte in een steekpartij eerder vandaag aan het Bachplein. Daarbij raakte een jongen gewond. Er waren veel getuigen van het incident. De politie had al snel de dader op het oog en vergrendelde de flat. De TPE is vervolgens opgeroepen. Op het parkeerterrein van Harigspaland ontmoetten de eenheden elkaar en werd een aanvalsplan besproken. Met groot machtsvertoon werd uiteindelijk op de derde verdieping een deur van een woning ingeramd, waarna alle aanwezigen naar buiten werden gebracht. Een 14-jarige jongen is geboeid afgevoerd. Het slachtoffer van het steekincident raakte licht gewond en hoefde niet naar het ziekenhuis. Tijdens de inval in de woning heeft de politie vanmiddag fel ingegrepen nadat jeugd de politie in de weg liep en niet weg wilde gaan, ook niet na enkele verzoeken. Enkele jongeren begonnen vervelend te doen tegen de politie, waarna de wapenstok werd getrokken. Omdat dit ook geen effect had, werd de politiehond ingezet. Terwijl de hond uit de wagen werd gehaald, bedachten de jongen zich alsnog en rende weg. De rust keerde daarna enigszins terug.